PSV-clubicoon Willy van der Kuilen is overleden. En daarom hielden de spelers van PSV voor de training vandaag een minuut stilte voor Mr. PSV. Willy van der Kuilen, PSV'er in hart en nieren. Eredivisie topscorer aller tijden. Vandaag maakte PSV zijn overlijden bekend. De grootste PSV'er ooit, zo wordt Van der Kuilen genoemd. Honderden doelpunten maakte hij voor de Eindhovense club. Maakte hem tot een waar clubicoon. En ook na zijn voetbalcarrière bleef hij bij PSV als trainer en scout. Van der Kuilen was al lange tijd ziek. Hij werd 74 jaar. En in Eindhoven is verslaggever Jan Bala. Jan, hoe is het nieuws daar aangekomen in de stad? Ja, dit is hier een club in rouw. De vlaggen hangen half stok hier voor het stadion van PSV. En de hele dag komen er hier mensen af en aan bij het beeld van Willy van der Kuilen. Wat wil je dan ook als volgens iedereen hier de beste speler ooit overlijdt, die ook nog zo'n ontzettend aardige man is. Dan wil iedereen hier even bij dat beeld zijn. Oudere mensen die hem nog hebben zien voetballen. Jongeren die het van opa of vader hebben gehoord. Ze wilden even een bloemetje of een sjaal neerleggen. Een van de redenen waarom ik PSV'er ben geworden. En ja, het is gewoon een echt een hele bescheiden voetballer, bescheiden man, maar wel een grote. Topscorer alle tijden, dat is echt fenomenaal. Wat maakt hem zo goed? Zijn doelpunten, het feit dat hij tweebenig was, echt fenomenaal. Zijn vrije trappen, echt heel goed. Echte persoonlijkheid en daarmee liet zijn benen spreken, maar was gewoon heel aardig, vriendelijk. En dat, dat siert de man, denk ik wel. Prachtige voetballer, prachtig mens. En helaas, hij is ons ontvallen. En een echte PSV'er. We komen zo bij Jan terug. Maar eerst blikken we even terug op die bijzondere carrière van Willy van der Kuilen. Dat is schitterend. Van der Kuilen, goed. 1-0 voor PSV. Skieten Willy. Een gevleugelde uitspraak. En je weet meteen om wie het gaat. En skieten doet Willy van der Kuilen. Maar liefst 311 keer raakt hij het net. Een record in de Eredivisie tot op de dag van vandaag. Daar komt het schot van der Kuilen! Ook uniek. Hij schiet zelfs een keer het net aan Vlarde. Hoogtepunt in zijn carrière is het winnen van de UEFA Cup in 1978. Tegen Bastia speelt PSV gelijk op Corsica. We hebben de stand 0-0 kunnen houden. En we hebben het in de thuiswedstrijd met 3-0 heel goed af kunnen maken. Laag. Willy van der Kuilen. Willy van der Kuilen, doelpunt! Ook al scoort Van der Kuilen aan de lopende band, hij wordt niet geselecteerd voor het WK in 1974. Het klikt niet met Cruijff en het Ajax-kamp. Dat was een strijd tussen PSV en Ajax en dat hebben wij op dat moment verloren. Willy van der Kuilen, nu kan hij uithalen. Ja! Van der Kuilen speelt uiteindelijk maar 22 keer voor Oranje. Van der Kuilen schiet in één keer toch raak. PSV blijft hij al die tijd trouw, 17 jaar in totaal. Hij had wellicht het talent om wereldberoemd te worden, maar bleef uiteindelijk toch vooral een lokale held. Mr. PSV werd 74 jaar. Terug naar Jan. Jan, we hoorden het net, Van der Kuilen was een belangrijk man voor PSV. Hoe is er op zijn overlijden gereageerd? Ja, met verslagenheid. Want hij was niet alleen een hele goede speler. Hij werd daarna trainer en bleef scout en bleef tot op hoge leeftijd betrokken bij die club. Dus zowel de directeur als een medespeler, als een speler en vriend. Ze blikken allemaal met verdriet terug op het leven van Willy van der Kuilen. PSV rouwt. Het is een dag van grote verslagenheid. Voor veel PSV'ers komt het overlijden van hun Willy onverwacht. De mens, de collega en de voetballer zullen enorm gemist worden. Als je bij je leven al een standbeeld hebt naast het stadion, als je bij je leven Mr. PSV wordt genoemd, als je de beste PSV'er ooit wordt genoemd en je leeft nog, ja, dan zegt dat alles over wie hij is, wat hij voor ons heeft betekend. En je ziet ook aan zijn statistieken. Ja, dat zijn onvoorstelbare cijfers. Willy van der Kerkhof speelde jarenlang samen met Willy van der Kuilen. Hij vindt Van der Kuilen de beste PSV'er ooit. Je hebt vaak spelers die speciaal rechts aangespeeld moeten worden of links. Maar bij Willy hoeft niet na te denken, kon je gewoon je bal geven. Ja, en dat is bijzonder, hè? Dat is zeer bijzonder. Ja. Uit stilstand kon hij schieten, kappen, draaien en op goal schieten weer. Ja, dat was uniek.
Ook voor Harry Lupsen is het een droevige dag. Van der Kuijlen was een bijzondere medespeler en een goede vriend. Toen bleek dus dat hij dementie had. Zijn we, Adrie en ik, Adrie Verkraai, om beurt met hem gaan wandelen. Ook met hem naar het hert gaan gereden. Voelde zich eigenlijk helemaal thuis. Willy van der Kuijlen. Hij zal voortleven als voetballer en als mens. Willy was een geweldige jongen om mee om te gaan. Rustig, nooit moeilijk doen. Hij wilde ook aardig gevonden worden en ook andere mensen aardig typeren. Dat is hem altijd gelukt. Dus het is een hele amabele man. Willy van der Kuijlen. Hij wordt hier herdacht bij het standbeeld buiten het stadion. Maar komende zaterdag speelt PSV een thuiswedstrijd. En gelukkig, zei Toon Gerbrands tegen me, mogen daar, omdat het een fieldlab-experiment is, 4000 fans bij zijn. En die zullen dan een minuut stilte houden namens al die andere fans van Willy van der Kuijlen en van PSV. Jan Balen, dankjewel.